Nieuws vanuit de gemeenteraad over de begrotingsbehandeling. De algemene beschouwingen. Roermond 2021. Op donderdag 12 november 2020 stelt de Raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast. De begrotingsbehandeling wordt gezien als het jaarlijkse hoogtepunt van het lokale democratische proces. In de gemeentebegroting zijn alle zaken opgenomen waaraan de gemeente in dat jaar aandacht besteedt. De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Via het vaststellen van de gemeentebegroting stelt de raad middelen beschikbaar waarmee het college van burgemeester en wethouders in de loop van het jaar de taken uitvoert. Gedurende de vergadering kunnen de politieke partijen door middel van in te dienen moties en amendementen trachten accenten te verleggen in de door het college van BMW opgestelde conceptbegroting. In 10 dagelijkse videoboodschappen komen zowel de griffier als de fractievoorzitters aan het woord. Wim, een hele goede middag. Goedemiddag. Welkom. De begroting. Het is een hele speciale begroting dit jaar, want volgens mij wordt het historisch. Als je terugkijkt op deze begroting het afgelopen jaar, hoe ziet GroenLinks dat? Nou, als je het goed vindt, kijk ik nog ietsje verder terug. GroenLinks is nu ongeveer 8 jaar, maakt deel uit van de coalitie. We zijn begonnen met 1 wethouder en in deze raadsperiode zelfs met 2 wethouders, Marianne Smitsmans en Rens Evers. En de fractie is flink gegroeid van 2 tot 7. En we zijn heel erg tevreden daarover dat vooral onze visie op een sociaal en duurzaam Roermond steeds meer geborgd wordt in alle plannen, alle notities en ook in de begroting. En de begroting voor het komend jaar. 8 jaar klinkt lang, maar er is nog een heleboel te doen. En dat kun je ook lezen in de begroting. En daar gaan we het dadelijk met elkaar over hebben. Ja, als ik naar deze begroting kijk, zit daar ook ruimte voor de toekomst in? Nou, het is heel erg jammer eigenlijk, laat ik daar even mee beginnen, dat natuurlijk door de financiële situatie, die ook nog een stukje spannender wordt door het hele door de coronacrisis, dat er natuurlijk relatief weinig ruimte is voor nieuw beleid. Maar zoals je ziet praten we over bijna 200 miljoen wat in de gemeente omgaat. En daarbinnen kunnen we een heleboel goede en nuttige dingen doen. En dat deden we al. En dat is soms, klinkt dat wat apart om te zeggen, dat doen we. Maar het is toch goed om dat ook te benadrukken. Maar we zouden graag natuurlijk nog meer willen. Nieuw beleid ook willen doorvoeren. Daar kom ik dadelijk nog even op terug. Het goede is aan de begroting, en dat zullen ook de andere mensen gezegd hebben, is dat het natuurlijk een sluitende, meerjarige sluitende begroting is. Daar zijn we trots op, dat hebben we ook afgesproken in het coalitieakkoord. En dat ook heel belangrijk, de lasten voor de burger en de ondernemer van Roermond zeer beperkt blijven en we nog steeds tot de laagste van Limburg behoren. Wat natuurlijk heel veel risico oplevert, wat natuurlijk nog niet helemaal duidelijk is, is het hele corona gebeuren, wat dat voor een effect heeft op de begroting. We zijn er heel erg trots op en hebben daar ook onze bijdrage aan geleverd, dat de coalitie ook het coronafonds heeft ingesteld, ruimte heeft gevonden om zowel eigen verliezen op te vangen, maar vooral ook om ervoor te kunnen zorgen dat organisaties en mensen die in het gedrang komen, dat die geholpen kunnen worden. En we hopen ook, want we weten natuurlijk nu dat de tweede golf aan de gang is, dat die hulp ook verder voortgezet kan worden. En daar mogen we ons gelukkig mee prijzen, want in andere gemeentes in Limburg zie je dat het water soms wat nader aan de lippen is. Ja, nou goed, dat is ook merkbaar. De armoede in Roermond wordt niet minder, maar wel meer. Dat zou kunnen hierdoor. Wat wel heel belangrijk is, is dat, ik kom er dadelijk ook nog even op terug, dat die armoede wel degelijk onder andere door de intensieve inzet van de gemeente en gelukkig ook door de economische ontwikkelingen tot nu toe wel flink is afgenomen. Want we horen tot de gemeentes met de hogere armoede. Dat is flink gedaald. Daar zijn we ook heel erg tevreden mee. Maar goed, ieder gezin en ieder kind in armoede is er 1 te veel. En daarom hopen we ook en vinden we ook belangrijk dat verder ingezet wordt op die armoede. En dat lees je onder andere in die begroting. Dat preventie van belang is. En bijvoorbeeld ook extra aandacht is voor armoede bij kinderen.
Ja, de eenzaamheid. Ja. Het hele verhaal rond de, ja, inclusiviteit, de inclusie. Dat zijn heel veel zaken. Ik heb zelfs een papiertje meegenomen, Rob, waarop ik opgeschreven heb wat er allemaal gebeurt. Als ik het heb over sociaal en een duurzaam Roermond, naast natuurlijk een economische en aantrekkelijke stad, wat er allemaal gebeurt en wat niet vaak genoeg niet onderstreept wordt. Mag ik dat lijstje eens opnoemen? Ja? En dan kom ik dadelijk weer even terug op de begroting. Kijk, het is zo dat even als algemene kenmerk dat GroenLinks gelooft uiteindelijk in het belang van gezonde mensen, gezonde inwoners. En of dat nu jong of oud is en of dat nou mentale of fysieke gezondheid is. Gezondheid, welzijn is eigenlijk de nieuwe welvaart. En dat is ontzettend van belang, want mensen die gezond zijn, of je nu ouder bent van kinderen, of je nu werknemer of werkgever bent, of je nu mantelzorger of vrijwilliger bent, op die manier kun je een goede bijdrage leveren. En wij geloven ook dat iedereen die op eigen kracht en na draagkracht mee kan doen, en degene die uitgesloten wordt, dat we die moeten helpen en stimuleren om mee te doen. En dan kom je terug op die onderwerpen waar jij net al een aanzet toe gaf. Dat is die armoede. Hè? Armoede waar we altijd en ook heel veel andere partijen aandacht voor hebben gevraagd. Wat ik zei is teruggelopen, maar preventie en ook schuldhulpverlening is van belang. We hebben, geloof ik, al 2 jaar geleden een motie ingediend voor de sociale boekhouder. Dat mensen die het zelf niet redden ook hun hulp krijgen. En daar verwachten we ook dat daar nu toch een keer de duidelijkheid over gaat komen. Marianne Smitsmans heeft allerlei projecten met de medewerkers ingezet als het gaat over het bestrijden van eenzaamheid, als het gaat over de aanpak van depressie, dementie, een dementievriendelijke stad, een seniorvriendelijke stad door netwerken te stimuleren. Wat als je de begroting bekijkt, en ik echt een ontzettend belangrijk punt vind, is het onderwerp kansrijke start, waarin kinderen vanaf de geboorte, want je weet dat in de eerste jaren eigenlijk al de basis wordt gelegd voor een goed en gezond en leven met gelijke kansen, dat die kinderen al gevolgd gaan worden. Nou, je noemde het zelf al, een inclusieve samenleving. Daar zijn actieplannen voor genoemd. Een agenda waarin we zorgen dat mensen met beperkingen de toegang krijgen om volwaardig deel te nemen. Nou, en ik ben bijna klaar met mijn rijtje. Ook als het over de arbeidsmarkt gaat, de participatiewet waar je wel eens van gehoord hebt. De mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden. Ja, we hebben nu een eigen groenbedrijf opgericht. Waar GroenLinks ook altijd voor gepleit heeft, is basisbanen. Daar hopen we ook nog actie op genomen gaat worden. Want als je lang in een uitkering zit en het lukt je niet om een baan te vinden, dan kun je misschien voor hetzelfde geld of iets meer daar gewoon een baan van maken. En dan kan iedereen zijn bijdrage daaraan leveren. En niet in de laatste plaats, zoals het op het sociale terrein hebben, natuurlijk aandacht blijft er bestaan, ook voor de laaggeletterdheid. Ja, dat is een hele lijst, toch, of niet? Ja, dat is een behoorlijke lijst. En dat doen we allemaal al. Hè, dat is dus al bestaand beleid. En je hebt gelijk, ook door corona zitten natuurlijk risico's in. De psychische situatie van jongeren en ouderen, van studenten en ouderen. De kans op eenzaamheid, ook de financiële kant als het gaat over mensen die hun banen verliezen. Maar ook een heel ander punt, natuurlijk het risico van de corona, is ook de polarisatie die steeds meer merkbaar is in de samenleving. En we hopen daar in de komende tijd ook aandacht voor te geven. Nou, we zijn benieuwd. Ja. Wim, als ik even kijk naar de stad, misschien steeds meer etalages waar dan te huur op staat of ja, te koop of voor niks of ja, zoiets. Ja. Dat zal niet minder worden nu met corona. Nee. Hoe ziet GroenLinks dat? Nou, het zal niet alleen door corona. Overigens is de binnenstad natuurlijk meer dan alleen winkels. Je moet het als geheel zien, waar het gewoon aantrekkelijk moet zijn om te werken, om te shoppen, maar ook om te leven. En dat is typisch zo'n voorbeeld dat je ziet dat alle problematieken die allemaal op ons afkomen, en dan is leegstand daar natuurlijk maar een onderdeel van, dat we daar gewoon gezamenlijk, en met gezamenlijk is het de gemeente, de gemeenteraad, de medewerkers van de organisatie, inwoners van de stad, ondernemers zullen samen tot oplossingen moeten komen. Ja. We zitten onder andere ook in een, de wethouder Angelie Waaien heeft ook de raadsleden uitgenodigd om daarin mee te denken, om ook tot nieuwe oplossingen te komen.
Maar het is niet alleen de raad zelf. Het is heel erg belangrijk dat natuurlijk ook de inwoners, de ondernemers en in dit geval ook de eigenaren van het vastgoed zich verenigen om van de stad zelf weer een nog meer levendig geheel te maken. Maar laten we het niet te pessimistisch zien, want we kijken natuurlijk positief naar de toekomst. En wij gaan er toch vanuit dat het weer een keer in een normale situatie terechtkomt. En is het meer dan alleen leegstand van de winkels. De stad is een prachtige stad. Als ik even een persoonlijke noot mag geven. In 1995 ben ik in de stad Roermond komen wonen. De Roerkade was half verrot, zeg ik maar even. De Kloosterwandplein was een doorgaande straat. De markt stond vol met de auto's. En als je ziet hoe de stad er nu bij staat en hoe aantrekkelijk het is om te wonen, om te werken en ook om te genieten, dan ben ik daar trots op. En ik ben ervan overtuigd dat we daar met z'n allen, als we samen pakken, weer een goede schwung kunnen geven naar de toekomst toe. Ja, goed. Er zijn natuurlijk hele grote groepen die zich daar wel grote zorgen om maken. En die aan het eind van de dag in hun kassalaar kijken. En dan denken we, ja, het is weer niet gelukt. Ja. Ja, dat moeten we ook niet onderschatten. Zelf ben ik ambtenaar en heb ik het geluk dat iedere maand mijn geld binnenkomt. Ik heb ontzettend veel respect voor de flexibiliteit en de veerkracht die de ondernemers in onze stad tonen. En dat gaat verder natuurlijk dan horeca. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die profiteren en die verdienen ook de steun. Ik ben ook blij dat de Rijksoverheid daar goede maatregelen op genomen heeft. En als stad proberen we onder andere ook met het coronafonds, maar ook bijvoorbeeld een stukje in souplesse in regelgeving, daar een bijdrage aan te leveren dat er ook, wat ik zeg, goed ondernemers hun kansen weer krijgen. Maar dat geldt ook voor personen, want ook werknemers zijn natuurlijk het slachtoffer als ze werkloos worden en uiteindelijk in een vervelende situatie terechtkomen. Nou, ik heb net een heel terrein genoemd op het sociale domein, zoals ze dat dan noemen. Maar GroenLinks zou GroenLinks niet zijn natuurlijk als we ook heel veel aandacht vragen voor duurzaamheid. Dat sociaal en dat duurzaam hebben we echt op de kaart gezet. We hebben wethouder Rens Evers die daar nu dik 2,5 jaar zwaar aan het trekken is. En ik weet niet of je de documentaire hebt gezien van David Attenborough, Alive on Our Planet, waar we nog eens een keer met de neus op de feiten zijn geduwd. En dan kun je zeggen, het is een problematiek in de hele wereld en wat hebben we daar in Roermond nou mee te maken. Maar willen we echt iets doen voor de toekomst van onze kinderen, dan zullen we ook in Nederland en ook in Roermond onze stappen moeten zetten. We hebben ook in onze eerste periode natuurlijk al met de hele raad afgesproken dat de gemeentelijke organisatie in 2030 klimaatneutraal moet zijn. In 2050 de hele stad Roermond. En je ziet nu dat er ontzettend veel initiatieven genomen zijn. Dat duurzaamheid eigenlijk bij alle onderwerpen aan de orde is. Je ziet de regionale energietransitie. Want als je ergens windmolens of zonnepanelen wil plaatsen, is dat belangrijk om dat natuurlijk in afstemming te doen met de regio. Allerlei maatregelen tegen de hittestress, klimaatadaptatie, vergroening om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Er is een heel uitvoeringsplan duurzaamheid. Die heb je ongetwijfeld gelezen, Rob. Er heel veel maatregelen staan. Onlangs hebben we gelukkig te horen gekregen dat voor een aardgasvrije wijk voor het warmtenet subsidie gegeven gaat worden. Laat ik ook even, en ik hoop dat dat echt een prachtig plan gaat worden, het Roer Delta project. Waarin we natuurlijk klimaatneutrale woningen, een wijk die toegankelijk is voor iedereen, waarin ook sociale woningbouw is, waarin geen blik meer te zien is. We hebben tiny forests en tiny houses die al concreet vormgegeven zijn in Roermond. Kortom, heel veel wat met klimaat, groen en duurzaamheid te maken heeft. Wat daarbij aansluit, en dat is een ander onderdeel waar GroenLinks natuurlijk heel erg voor staat, gaat het ook over de mobiliteit. En dat is ook natuurlijk een bijdrage aan groen, dat we niet het autootje willen pesten, maar wel extra aandacht willen geven aan de voetganger en de fietser. En dan zie je dat we bijvoorbeeld in het station al een mooie start hebben gemaakt met een nieuw busstation. Extra aandacht ook voor fietsenstallingen. De Neerstraat wordt vernieuwd. Bij het station is de fietsenstalling overdekt en bewaakt en gratis geworden. Je ziet dat de binnenstad, al staat het nog maar heel klein op de weg gespoten, de auto te gast is en de fiets voorrang heeft.
We hebben veel meer meters fietspad gerealiseerd. En dan kom je terug op de begroting. We zouden zo graag willen dat er nog wat budgetruimte zou zijn. Om bijvoorbeeld ook een mooie overbrugging naar Leudal te realiseren. Verkeersveiligheid in de wijken. En wat we ook heel erg iedere keer benadrukken, daar ben ik heel erg blij mee, ook aandacht voor dierenwelzijn. En daar gaan we in het eerste kwartaal 2021 een notitie over krijgen. Heel interessant allemaal en heel vooruitstrevend. We gaan zien hoe jullie de begroting gaan behandelen. Tijdens het feestje van de democratie, zoals ik het altijd noem. En wij wensen jullie heel veel succes. Dankjewel. We gaan er heel erg ons best voor doen. Dankjewel.